In deze videotraining laat ik zien hoe je je goed kan voorbereiden op het inloggen via twee-factor authenticatie. Je wil natuurlijk dat alle gebruikers vlekkeloos in kunnen loggen op het moment dat je overgaat op de twee-factor authenticatie. De volgende voorbereidingen zijn in dit geval noodzakelijk. Het registreren van het mailadres van de gebruiker in de autorisatietool en het installeren van de AVAS Pocket App. Zorg dat er voor iedere gebruiker die straks gaat inloggen een geldig e-mailadres geregistreerd is. Ik laat je zien waar je dit doet. Start Profit en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Als je bent ingelogd, ga je onder beheer naar de autorisatietool. En let op, zie je de autorisatietool niet, dat betekent dit dat je geen beheerder bent van Profit binnen jouw organisatie. Neem contact op met de collega die de autorisatietool wel beheert. Dit is altijd een persoon binnen jouw eigen organisatie. Open in de autorisatietool het tabblad Onderhoud gebruikers. Dubbelklik vervolgens op de gewenste gebruiker. En in de eigenschappen vul je op het tabblad Algemeen het e-mailadres van deze gebruiker in. Het e-mailadres dat je invult is uniek en kan maar bij één gebruiker in de omgeving worden gebruikt. Klik nadat je het e-mailadres hebt ingevuld op OK. Wanneer jij de beheerder bent, registreer je ook op deze wijze de e-mailadressen van alle andere Profit gebruikers. Dit is ontzettend belangrijk, anders kunnen deze gebruikers straks niet inloggen. Nadat je de aanpassingen hebt gedaan, sluit je de autorisatietool. Je zult een melding krijgen met de vraag om de omgeving opnieuw te openen en daar klik je op ja. Het inloggen via de twee-factor authenticatie betekent dat je naast een wachtwoord ook een telefoon nodig hebt om je inlogpoging te verifiëren. Het verifiëren van je inlogpoging kan dus via AVAS Pocket. Daarom zal ik uitleggen hoe je AVAS Pocket installeert, zodat je daarmee jouw inlogpoging op de portal kunt bevestigen. Afhankelijk van wat voor een mobiele telefoon je hebt, download je de Pocket App via de App Store of Google Play. Het enkel installeren van AVAS Pocket is voldoende wanneer je deze app wilt gebruiken als tweede factor. Hoe je AVAS Pocket koppelt aan de portal via www.avasonline.nl wordt uitgelegd in de video Eerste keer aanmelden via de twee-factor authenticatie, waarvan je het linkje in beeld ziet staan. Wil je nou andere functionaliteiten van de AVAS Pocket app gebruiken? Bekijk dan de video hierover of raadpleeg het AVAS Helpcenter. Tot zover deze videotraining over de voorbereiding van de twee-factor authenticatie. Oh, my God.